Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Ons gast van vandaag was 22 toen hij beëdigd werd als makelaar, de jongste van het land. Maar uiteindelijk bleek er niemand een huis te willen kopen van zo'n jonkie. Dus ging hij maar werken in de platenmaatschappij van zijn vader Willem. En in 1999 richtte hij zijn eigen label op, Spinnin' Records. En dat is nu een van de grootste spelers in de muziekindustrie. Elke van Kooten, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja, men zegt wel dat de muziekindustrie dood is, hè? Niemand koopt meer een plaat tegenwoordig. Toch wist je dit jaar te debuteren in de Quote 500. Hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Goed nieuws. Na 15 jaar dat de muziek weer alleen maar aan het afnemen was, de muziekconsumptie, is nu weer de muziekindustrie en de omzetten en het muziekgebruik weer aan het groeien. Goed nieuws dus voor de muziekindustrie. Maar uiteindelijk zijn consumenten niet heel erg bereid, althans in mijn perceptie, om te betalen voor muziek. Hoe kun je daar dan toch zo... En dat hoeft ook niet meer. De consument kan inmiddels kiezen. Of hij kiest voor een gratis abonnement, bijvoorbeeld, in ruil voor reclame. Of neemt een proefabonnement om te kijken of hij het leuk vindt op Spotify bijvoorbeeld. Of hij betaalt en dan neemt hij bijvoorbeeld een eigen abonnement of een familieabonnement. Dat iedereen meer muziek kan consumeren. Je betaalt één bedrag per maand voor onbeperkt muziekgebruik. En de kids gebruiken dus ook veel meer muziek als voorheen. Ja, en de bedragen die jij als producent dan krijgt, die zijn minimaal, maar je moet het van de aantallen hebben. Ja, precies. Ja. Ja, want wat levert dat op als een nummertje... 0,02 cent per stream op Spotify gemiddeld. Ja, ja. Ja, dat zijn niet de grote bedragen. Nee, dat is een heel klein bedrag. Maar uiteindelijk moet je zorgen dat je de wereld bereikt. En dan wordt het wel weer substantiële aantallen. Ja, en dan ben je niet alleen producent van muziek, maar je bent ook manager van DJ's, hè? Zeker. Ja, dat wordt wel een beetje vergeleken met een voetbalscout. Je moet talenten goed herkennen. Stel nou, ik heb een zoontje die aardig kan ballen, maar ook wel leuk plaatjes kan draaien. Wat is dan de grootste kans dat ik een fijn pensioen te wachten sta? Moet ik hem stimuleren met het voetballen of met dat DJ'en? Het belangrijkste is dat hij leuk vindt wat hij doet. Of dat nou voetbal is, of DJ of muziek maken. Maar in allebei kun je heel succesvol zijn. Daar zijn voorbeelden van. Ja. En is talent moeilijker te herkennen als DJ of als voetballer? Ja, dat is gemene delen. Dat is niet zo makkelijk te zeggen. Uiteindelijk zit het hem niet alleen in het voetbaltalent, maar ook timing is heel belangrijk, de juiste begeleiding. Dat is bij voetballers zo. Je moet ook een beetje geluk hebben dat je op het juiste moment het juiste doelpunt scoort. En dat de hele wereld dat ziet, zodat je populair wordt. En niet alleen bij de fans, maar ook bij clubs bijvoorbeeld. Zodat je een goede transfer kan maken op z'n tijd. Dat is bij DJ's eigenlijk hetzelfde. Muziek maken, dat is grenzeloos inmiddels door de software die betaalbaar is. Of zelfs gratis op internet. Je kan ook kijken op internet als je 16-jarige bent wat de DJ's draaien. Voorheen konden kids hadden geen toegang tot clubs of festivals. En nu kan dat door internet met livestreams kan dat weer wel. Dus de informatie binnenhalen, dat is makkelijk op internet. Muziek maken op internet is ook makkelijk. En vervolgens kan je kijken of je talent hebt om dat te laten horen in de muziek die je maakt. Ja. En dan wordt er om jonge talentvolle voetballertjes gevochten, hè? Er staan allemaal van die scouts, ja, omheen. Is zeker. Dat in de muziek net zo? Inmiddels wel, ja. Er zijn successen die zijn bekend. En dat leidt tot andere successen. Of in ieder geval de verwachting is groot van nieuwe talenten. Dus zeker, we hebben te maken met andere managers, met uitgevers, met andere labels. En ja, je probeert de juiste mensen eruit te pikken en daarmee aan de slag te gaan. Ja, wat is jouw grootste succes, jouw grootste ster die je omhoog hebt gebracht? Dat zijn er een aantal. We hebben Martin Garrix gehad, Oliver Helden, Sam Veld, Lucas en Steve zijn we nu druk mee bezig. Trobi is een grote belofte, Mike Williams. En moet je alleen goed muziek kunnen maken of is de X-factor ook heel erg belangrijk? Nee, het is beide. Het is niet alleen de muziek, het is ook je social media bijvoorbeeld. Je aanpak van je social media. De eigen persoonlijkheid die uitdragen. En het moet iets unieks hebben in de muziek, maar ook als persoonlijkheid. Ja, want vroeger was een beetje het beeld van de DJ als nerd. Hè? Die zat een beetje te pielen, ja, achter zijn computer. Tegenwoordig zijn het echt sterren geworden. Is dat onder andere te danken aan de inspanningen zoals mensen zoals jij? Ja, dat is een onderscheidend vermogen als artiest. Mensen willen fan worden van je muziek, maar ook fan zijn van iemand die een persoonlijke benadering. Zijn schoenmaat, zijn favoriete kleur, zijn favoriete eten. Dat kan je niet door de muziek laten zien. Maar dat kan je wel door de persoonlijkheid achter de DJ laten zien. Dus dat is heel belangrijk. Dat is je marketing.
Ja. En ja, misschien wel de grootste nog steeds in Nederland is Tiësto. Hè? Ja. Onze vrienden van Forbes die hebben berekend... De Johan Cruijff van de DJ's. De Johan Cruijff van de DJ's, mooie benaming. Forbes heeft berekend dat hij vorig jaar een kleine $40 miljoen heeft verdiend. Hè, bruto moet je dan zeggen. En snap je dergelijke bedragen? Ja, dat is de markt. Hè. Dat is vraag en aanbod. De jongens kunnen vaak maar 100, max 200 keer per jaar optreden. En als er heel veel vraag is en ja, het aanbod van de optredens is beperkt, ja, dat doet wat met de prijs, dat is de markt. Ja. En er zijn er natuurlijk critici die zeggen van ja, zo'n jongen die komt aan, plucht zijn USB-stickje erin en wappert wat met zijn handen en dan heb je het kunstje wel gehad. Daar kijk je ongetwijfeld anders tegenaan, of niet? Tuurlijk. Het is een stuk beleving, het is show. Het is een avond uit. Ja, er komt veel meer bij kijken als alleen maar die USB-stick. Ja. Ga je zelf nog wel eens uit je plaat bij een optreden? Ja, zeker. Mysteryland bijvoorbeeld of Tomorrowland staan we dit jaar allebei weer met spinning sessions. Dat zijn leuke evenementen. Amsterdam Dance Event is natuurlijk superleuk. Mm-hmm. Probeer je altijd een aantal feesten te kijken naar nieuwe artiesten of onze eigen jongens, hoe ze het doen. Zeker. Ja, ja, ja. En vertel eens wat over jouw bedrijf. Hoeveel mensen werken er momenteel? 75 mensen. Over 3 takken. We hebben een muziekuitgeverij, Musical Stars Publishing. We hebben een management tak, Musical Stars Management. En we hebben een label, Spinning Records. Mm-hmm. Ja, en wat is de belangrijkste tak, is dat te zeggen? Het label uiteindelijk is voor ons het allerbelangrijkste. Ja, ja, ja. En een van de dingen die jullie heel erg goed doen is jullie presence op de social media. Ja. Ik geloof dat jullie op YouTube 15 miljoen volgers hebben en de rest social iets van 10 miljoen. 16,5 miljoen op YouTube inmiddels. En alle social media bij elkaar, een kleine 26 miljoen mensen die we dagelijks bereiken. Ja, ongelooflijk hè? Zeker. Ja, ja. Hoe is dat zo gekomen? Wat zijn de tips als je ook zoveel volgers wil? Belangrijk is op alle social media dat je continuïteit hebt. En dat je je beloftes waarmaakt. En dat proberen wij ook. Spinning staat voor nieuwe opkomende dansmuziek van nieuwe opkomende DJ's. Proberen de trend niet te volgen, maar te zetten. En dat is wat mensen van ons verwachten. Ja. Hoe kan het eigenlijk dat Nederland zo groot is in die hele elektronische dansmuziek? We hebben hier een cultuur. Een danscultuur. En dat begon eigenlijk in de eind jaren 80, begin 90, met de IT bijvoorbeeld. Mm-hmm. Was een beetje cool en underground. En DJ Jean later kreeg een radioshow, had hits. 58 kwam die draaiden overdag dansmuziek, die hadden een dancemash, wat ze nu nog steeds elke week kiezen. En dat zorgde voor dansplaten op de marktleider radio in de jaren 90. En dat heeft gezorgd dat je, als je met je naam als producer, DJ op de radio wordt gedraaid, dan word je populair en dan krijg je boekingen uit het land. Vraag naar boekingen. Dus dat zorgt voor een financieel draagvlak voor succes. Nou, en Nederland is heel transparant, dus in een kleine markt waar je de concurrentie kent, dus de transparantie, zorg je dat je hoge kwaliteit hebt. En als je dat hebt in Nederland, in een klein land, hoge kwaliteit, ja, dan kun je zeker meten met de rest van de wereld. En dat is eigenlijk de basis. Ja, want het wordt uiteindelijk een exportproduct. Hè? Succes in Nederland, voilà, maar dat is maar... En zeker nu, nu met de nieuwe jongens, zoals Oliver Helnens, ja, dat is eigenlijk alweer de tweede generatie dans-DJ's. Ja, ja, ja. En die zijn opgegroeid eigenlijk met voorbeelden van Tiësto bijvoorbeeld en Armin van Buuren en een Ferry Corsten in de jaren 90. Is een radio nog steeds zo belangrijk voor een DJ? Ja, kijk, DJ's draaien dansmuziek op festivals en clubs. Dat is over het algemeen wat coolere muziek. Dus dat de coolere muziek zorgt voor hun DJ-profiel. Maar uiteindelijk, de radiohit zorgt voor de populariteit van zo'n DJ. Door de radio bereiken ze de massa. En ja, door de massa kunnen ze draaien op grote festivals en in dure clubs over de wereld. Ja, en in vroeger tijden was het zo, dan stuurde je een plaatje naar een radiojock. Dan deed je een meijertje in een envelop erbij en dan werd hij al gedraaid. Hoe gaat dat tegenwoordig? Nou, eigenlijk nog steeds hetzelfde. Mensen sturen ons heel veel demo's, tracks, muziek. Mm-hmm. We hebben een applicatie bedacht, de Talent Pool, op onze eigen website, spinningrecords.com. En daarop gebruiken 600.000 mensen wereldwijd het platform om muziek te delen met Spinning en met hun amateur producers of producers die hun muziek met ons willen delen. Dus daar halen we muziek uit. Dus we krijgen direct muziek aangeboden. We halen muziek uit de talentpool dat mensen uploaden. Zelf volgen we ook nog steeds SoundCloud. We hebben Mike Williams ontdekt op SoundCloud. Dat had 100.000 volgers. We komen op festivals, in clubs. Dus ja, overal waar talent is, daar proberen wij te zijn. Ja, maar hoe krijgen die plaatjes dan vervolgens op de radio?
Ja, daar heb je pluggers voor. We hebben een eigen plugger die zorgt elke week bij 58, bij Slam, bij Radio 3... dat onze muziek daar wordt aangeboden en dat het verhaal wordt verteld van de plaat... zodat de radio zo'n plaat kan draaien. Ja, ja. En die DJ's worden natuurlijk helemaal in de watten gelegd, die radiojocks... om die plaatjes te draaien. Vroeger ging dat iets makkelijker, ja, de jaren 80, jaren 70. Tegenwoordig is het allemaal, wat is de plaat en wat is het verhaal erachter? Dus je moet argumenten creëren waarom een radiostation een plaat op de playlist zet. Je moet eigenlijk al streams hebben op Spotify bijvoorbeeld... of bij Specialist Radio worden gedraaid. Er moet iets met de plaat aan de hand zijn. Pas dan zal een radiostation zo'n plaat overwegen om op de playlist te zetten. En zelfs dan moet die plaat heel goed zijn. Want uiteindelijk als het een skip rate heeft of een burn rate... een plaat die irritant is op de radio... dan is dat een zetmoment voor de consument. Dus vriendjespolitiek... dat is gewoon heel lastig. Het is veel minder kwaliteit van de plaat en het verhaal daaromheen. Ja. Ik vertelde al dat je op vrij jonge leeftijd in het bedrijf kwam van je vader. Hè? Ja, zeker. Ja, onder de oude kijkers nog bekend als Joost en Draaier. Zeker. Wat heeft hij jou geleerd over de hele commercie van de muziek? Ja, ik ben ermee opgegroeid met de muziek. Mijn vader had ook een label en ook een uitgeverij. Hij was ook een bekende DJ. Dus het is met de paplabel ingegoten. De liefde voor muziek en passie voor ondernemen. Hij is een serial ondernemer, entrepreneur. En dat vond ik allebei heel erg leuk. En dat heb ik heel erg gevonden in het werk wat ik nu doe. Wat heeft hij mij geleerd? Ja, hard werken, passie voor het vak. Kleine lettertjes opletten. En zorgen dat je goed je best doet. Ja, is hij trots op je? Let op de kassa. Ja, zuinig zijn. Ja. Is hij trots op je? Ja, zeker. Want ik las ook ergens dat er een conflictje was tussen jullie twee. Ja, dat gebeurt in heel veel families. Hè. Soms ben je het wel eens niet met elkaar eens. Nou, dan probeer je daar een oplossing voor te vinden. En die hebben wij goed gevonden. Oh, die is inmiddels gevonden. De zand erover. En ja, zeker. Weer on speaking terms. Zeker. Ja, ja, ja. Ja, even het hoofdstukje conflictjes. Maar vorig jaar heb je best wel wat publiciteit gehaald met het conflict met Martin Garrix. Ja. Die eigenlijk zijn eigen weg wilde gaan. Zeker. Ja, daar was je best wel verbolgen over, hè? Over het feit dat hij dat contract met jullie wilde ontbinden. Waar zat hem nou die pijn, die frustratie? Bij jou? Mij bedoel je? Ja, of? Nou, kijk, net als met voetballers. Je hebt Ajax, de jeugdselectie. En dat kost een aantal jaren om zo'n topspeler te ontwikkelen, zeg maar. Dat kost training, begeleiding. Dan heeft Ajax nog geen euro verdiend. Uiteindelijk kunnen ze dat doen omdat ze langdurige contracten afsluiten... waarbij je 2 jaar of 3 jaar aan het ontwikkelen bent. En als het dan goed gaat, dat dan zo'n Ajax er ook bij blijft. Nou, dat doen wij eigenlijk hetzelfde ook. Het kost energie en know-how en ook geld om jonge artiesten te ontwikkelen. Dus dan sluit je ook meerjarige overeenkomsten af. Nou, en dat is met alle openheid van zaken gegaan. Met Martijn Garrix en met zijn vader. Die hebben de advocaten bij betrokken. Dus we zijn uiteindelijk overeenkomsten aangegaan voor langere termijn. En uiteindelijk halverwege de deal hebben ze geprobeerd. En hebben we ook voor opengestaan om de deal te heronderhandelen. En uiteindelijk waren we eruit, maar bij puntje bij paaltje gooiden ze alsnog de handdoek erin ring. En hebben ze de overeenkomsten met terugwerkende kracht vernietigd. Nou, maar dat is niet hoe de afspraken zijn. En dat is gewoon jammer. Ja. Maar dat gebeurt. Uiteindelijk brengen we heel veel platen uit. We werken met heel veel talenten. En uiteindelijk gebeurt er wel iets waar je niet helemaal alles aan kan doen. Ja, ook dat conflict is de wereld uit inmiddels, toch? Het is nog onder de rechter. Daar zal dit jaar een uitspraak over komen. En we hebben daar vol vertrouwen in. Ja. Herkende jij zijn talent direct toen hij binnenkwam? Ik heb een team van mensen. Wat ik al zeg, 75 mensen. En die zijn dus voortdurend bezig met muziek of met social media. En in dit geval was het Rorte de Graaf die met hem een meeting had. En het talent hoorde in de muziek, de nieuwe muziek die hij liet horen vanuit zijn laptop. En die zei van, ja, we willen graag samenwerken met jou. En zo geschieden. Ja, en zijn allereerste hit, hè? Animal was dat? Nou, dat was de 4e plaat uiteindelijk die we hebben uitgebracht. En ja. Dat werd de eerste hit, ja, zeker. Ja, ik begreep dat er heel veel aan geschaafd is voordat dat werd zoals het nu is, toch? Ja, zeker. Kijk, dat is een A&R-proces, een creatief proces, waarbij producers, en zo is het zeker... Kijk, bij de wat meer ervaren producers, die hebben al platen gemaakt... die weten hoe een kop en een staart is, wat de melodielijnen zijn... de wiskundige benadering van platen uiteindelijk. En dat was bij Martijn nog niet helemaal relevant. Dus dan ga je jongens begeleiden in het produceren, afmaken van tracks.
een track wordt dan een release. Mm-hmm. En wat moet er dan in zitten om het spannend te houden bij de radio? Ja, die jongens hebben nog nooit de radio-edit gemaakt. Ja. Dus uiteindelijk, ja, daar begeleiden we ze mee. Ja, want het is eigenlijk een behoorlijke team-effort, hè, het maken van ja, hit. Zeker. Ook de grote artiesten, die, ja, het komt niet allemaal uit hun eigen hoofd alleen. Nee, net als bij Marco Borsato bijvoorbeeld. Dan heb je John Eubank, die schrijft een liedje. En dan heb je de drummer en de bassist. En samen maak je tot een geheel van een opname. Bij DJ's is dat iets moeilijker. Ze maken veelal zelf dingen in hun eigen studio. Alleen, dat zijn flarden van muziek. En uiteindelijk komt daar, wordt daar een track uit samengezeld en weer afgemaakt tot een release. Ja. Met remixen, met een topline erop. Bijvoorbeeld een vocaal liedje of een melodielijn wat wordt veranderd. Of een geluid wat irritant is, wat eruit wordt gehaald. Dat is een creatief proces. Voordat je dus überhaupt iets ziet op internet, ben je aan het sparren over tracks. Heel veel tracks worden ook niet uitgebracht. Of een aantal tracks worden samengevoegd tot één release. Ja, dat is een creatief proces. Ja, ja, ja. En toen dat nummer eenmaal af was, toen, ja, dat ging echt vliegen. Hè? Dat werd echt een monsterhit. Ja. Hoe gaaf is dat? Ja, dat is hartstikke leuk. Super trots op. En tuurlijk, dat was 2013. En 2014 hadden we Oliver Heldens met Gecko. En 2015 hadden we vast wel weer een hit. En vorig jaar hadden we Sex met Cheat Codes en Chris Cross Amsterdam. Hier uit Amsterdam met inmiddels 450 miljoen streams op Spotify. En Lucas en Steve en Sam Veld. Dus we hebben allerlei hits regelmatig. En dat zorgt dat je een mooie stabiele basis hebt als bedrijf. Ben je zelf eigenlijk muzikaal of niet? Ik niet, gelukkig. Gelukkig. Ik kan het niet maken, maar heel goed verkopen. Ja, ja. Ja, ja, ja. En waar zit het dan in? Hoe moeilijk is het om muziek te verkopen? Aan muziek inmiddels op internet is er geen gebrek. Mm-hmm. En ook de manieren waarop iemand die muziek maakt, om dat te delen met zijn fanbase of met zijn familie of vrienden, dat is heel laagdrempelig. Maar dat maakt het juist heel erg moeilijk. Om de juiste muziek te delen met zo groot mogelijk publiek. Nou, en daar komen wij juist. We voelen aan wat de trend wordt. En dus moet je zorgen dat je de trend van de muziekstijlen terughaalt in je muziek. En dan moet je zorgen, dan heb je de muziek. En dan moet het nog worden gedeeld op de juiste manier met de buitenwereld. En ja, daar komen wij dan weer. Dus marketing, promotie, social media, Spotify playlisten. Dat is nu weer heel spannend. Radio in Engeland, in Amerika, hoe kom je daar? Wanneer begin je? Wat is het juiste moment? Wat moet er in de track? Wat moet eruit? Hoe moet de artiest eruit zien? Waar begin je met je social media? Waar begin je met airplay? Moet dat bij Specialist Radio? Waar begint het bij de DJ's? Moet je op een festival beginnen? Marketing. Ja, ja. Maar het begint allemaal bij goede muziek. Ja. Nou, ik maak geen muziek, dus daar hebben we artiesten voor nodig, producers. En wij werken dus heel graag met veel mensen. Ja. En commerciële samenwerkingen sluiten jullie ook natuurlijk. Hè? Hoe moeilijk is het om te bepalen welk merk nou bij welke artiest past en welke niet? En ik kan me voorstellen dat iedereen wappert natuurlijk met een grote zak geld. Dat heel erg aanlokkelijk is. Nee, dat is ook bij volgers nu. Het belangrijkste is dat zo'n artiest zo'n product voelt, dat het bij hem past. En dat het geen uitverkoop is. En uiteindelijk is het een goede ondersteuning als je een endorsement doet. Maar daarmee maak je je carrière niet. Daarmee maak je ook niet een hit. Dus het is allemaal ondersteunend en dat moet niet verwarrend zijn voor de doelgroep. Voor de fans bijvoorbeeld, dan haken fans ook af als, als je het uitverkoopt. Ja, ja. En wat voor bedragen gaan er nou in om zo'n endorsement bijvoorbeeld, waar je het over hebt? Nou, hoe groter de artiest, hoe groter het bereik, hoe groter de endorsement is. Maar wat is het record uit jullie eigen praktijk? Met Oliver Heldens hebben we in Ubisoft een deal gedaan eind vorig jaar. Ja. Met een computerspel. En dat is een mooie deal. Waarbij hij optrad bij de presentatie van het computerspel. Waarin de muziek zit in het computerspel. Waarin de muziek werd gebruikt in de online campagne. Waarin hij social media heeft ingezet om het computerspel te promoten. En waarbij Spinning ook zijn rol heeft gespeeld om dat te promoten. Dus het ideale van publishing, master, live optreden. En de social media platforms ingezet. Dus multi-level, een endorsement op allerlei vlakken. Ja, en hoeveel nullen zijn er dan, zitten er dan aan zo'n deal vast? Een aantal, ja. Meer dan drie, ja. Dat gaat dan vanzelf. Oliver Heldens is populair, Spinning is populair. Mm-hmm. Dus nou, dat bij elkaar opgeteld heb je groot bereik. Ja. En dat is een cool bereik. Spinning Records is een danslabel, maar de gamers vinden dat ook heel cool. Nou, dus moet je zorgen dat je daar een aansluiting hebt bij computerspellen, games. Met Spinning, met een coole DJ. Oliver Heldens is populair bij de gamers. Bij El Rubius en Ali A, Fixstar.
Dat zijn hele grote online gamers. Ja. Nou, die vinden hem weer cool. Dus dat is geen COA, dat past allemaal bij elkaar. En dan kun je dat uitdragen en ondersteunen. Ja, ja. Tot slot, ik zei al dat je afgelopen jaar je debuut hebt gemaakt in de quote 500, hè, 55 miljoen. Wat vrij uniek is, is dat jouw vader ook in die lijst staat. Ja. Komt er ooit nog een moment dat je hem gaat passeren qua rijkdom? Wie weet. We zijn nog niet klaar. Is het een doel? Nee, dat is geen doel op zich en dat overkomt je. Ik bedoel, het is niet een doel van ik ben 20 en ik wil in de quote 500. Nee, dat overkomt je. Ik doe wat ik leuk vind en dat is het allerbelangrijkste. En dan probeer je daar door je ambitie en je talent om mooie dingen te maken. En uiteindelijk een resultaat kan zijn dat je daarin komt. Maar dat is nooit een doel geweest. Nee, nou, we gaan zien hoe het zich ontwikkelt. Elko, hartstikke leuk dat je er was. Dank je wel. Wilt u meer gesprekken zien? Surf dan naar 7digits.tv.